Hey allemaal en welkom bij Illustrator 7. In deze tutorial gaan we leren hoe je tekst op een pad typt en hoe je lettercontouren kan maken en daar een tof logo mee kan maken. We beginnen met een nieuw bestand en dat mag een liggend A4 zijn. In SMIC uiteraard, want we gebruiken hem voor drukwerk op 300 dpi en ik geef hem meteen even de goede naam, 07 Illustrator. Daar is mijn werkblad. Als eerst ga ik een pad maken waarop ik mijn tekst wil laten lopen. En ik gebruik hiervoor eerst het ovaal gereedschap. Die zet ik eventjes precies in het midden. En met Shift en Alt teken ik een exacte cirkel. Shift en Alt ingedrukt. Nu pak ik mijn rechthoek gereedschap en trek ik een balkje eroverheen. Nou, het hoeft niet zo precies. Want ik pak allebei de vormen met mijn zwarte pijltje. En dan kan ik ze uitlijnen. En dan kies ik ze horizontaal centreren en verticaal centreren. En zo staan ze precies midden op elkaar. Ik zet hem nog eventjes weer precies in het midden. Zo. Vervolgens ga ik deze twee vormen ga ik van elkaar afhalen. Met de Pathfinder. En dan kies ik min voorste. En dan krijg je een soort van twee maandjes. Nou, op dit pad wil ik mijn tekst hebben. En op het onderste pad wil ik mijn tekst hebben. Dat betekent dat ik deze paden even weg kan halen. Dus ik selecteer hem eventjes met mijn witte pijltje. En ik druk op backspace, zodat ik echt twee losse paden krijg. En hier kan ik nu mijn tekst op typen. Nou, onder mijn tekstgereedschap zit typ op pad. Dat gereedschap moet je hebben. Klik je één keer aan het begin van je pad en kan je beginnen met typen. Ik typ mijn eigen naam. Ah, kijk, en je ziet meteen wat er aan de hand is, want hij begint hier aan de rechterkant en hij wil die kant op lopen, maar dat is niet heel veel ruimte. Dus ik moet eventjes opnieuw instellen waar hij moet beginnen met typen. En dat kan je doen met het witte pijltje. Ik zoom er eventjes wat bij in, dan maak ik het mezelf wat makkelijker. En ik sleep dat eerste streepje helemaal naar het eind. En vervolgens pak ik dat middelste streepje en in plaats van onderaan wil ik dat hij bovenaan begint te typen. Dus in plaats van dat hij aan de onderkant van de lijn typt, typt hij nou bovenaan de lijn. Nou, dit is mijn naam. Die tekst die kan ik gewoon weer selecteren met het tekstgereedschap. En als ik nu op centreren druk, dan zet ik precies midden op mijn lijn. Kies een tof lettertype. Je mag zelf weten welk lettertype je wil gebruiken. Deze altijd wel erg tof. En in mijn geval vind ik het mooier. En dat mag je zelf weten of je dat ook wil. Maar om het in caps neer te zetten. Zo, kapitalen. Selecteer alle teksten. Het mag voor mij ietsjes groter. 30 punten. Prima. Nou. Nu heb je dus tekst gemaakt wat over een pad heen loopt. En je kan ieder pad eigenlijk daar wel voor gebruiken. We doen het in deze tutorial, houden we het eenvoudig. Maar je kan ook een heel complexe vorm tekenen en daar je tekst overheen laten lopen. Op dit pad wil ik ook tekst hebben. Dus ik pak weer mijn type padgereedschap en ik klik weer aan het begin. En ik tik daar. Graphic design. Want ik wil namelijk een logo maken voor mijn eigen ontwerpbureautje. Dus ik zet de lijnen weer helemaal tegen het begin en het eind. En hij staat automatisch op centreren en in het juiste lettertype, omdat ik dat net gebruikt heb. Ik maak die tekst nog iets groter en dat kan je heel makkelijk doen door je cursor in het font size vak te zetten. En dan gewoon shift in te houden en een pijltje omhoog. Moet je wel even alles selecteren, anders doe je het niet. Ik selecteer hier alle tekst. Met shift ingedrukt. Druk het pijltje omhoog. Maakt hij meteen een sprongetje van 10 punten. Dus dat is wel makkelijk. Nou, dit ziet er goed uit. Nou moet er een soort van logootje in het midden komen. En dat teken ik gewoon eerst even hieronder. En ik tik even mijn naam. En dat doe ik met het gewone tekstgereedschap. En ik kies hier ook weer een goed lettertype voor.
En dat moet een ander lettertype zijn dan wat je eerst hebt gebruikt. Bijvoorbeeld deze. Dat vind ik wel tof. Nou, wat je nou doet is je pakt dat stukje tekst wat je net gemaakt hebt met het zwarte pijltje. En je gaat naar Type. En dan Create Outlines. Of in het Nederlands is het volgens mij tekst en creëer letter omtrekken. Daar klik je op en je ziet, en ik maak hem even iets groter met mijn schaalgereedschap. Je ziet dat hij nu van de letters gewoon vlakken heeft gemaakt. En dat de hoeken allemaal ankerpunten zijn. En die ankerpunten die kan je met het witte pijltje natuurlijk verplaatsen. Misschien dus kun je nog iets heel tofs mee doen wat je zelf wil. Je kan zelfs bijvoorbeeld in de O deze witte ruimte weghalen. En daarvoor selecteer je één puntje en druk je een paar keer op backspace. En dan is die hele binnenkant verdwenen. Dan heb ik alleen de buitenkant van de O. Kijk eens, hier mag je nog even mee spelen. Maak er iets tofs van. Verplaats wat ankerpunten. Voeg wat ankerpunten toe. Dat kan je met de pengereedschap en dan moet je hem even loskoppelen. Hier ankerpunten toevoegen. Bijvoorbeeld, ik wil hier in het midden, iets onder het midden, nog twee ankerpunten. Stel dat ik dat wil. Om deze nog iets naar binnen te zetten. Hier ankerpunten toevoegen. En je kan ook meerdere ankerpunten selecteren door met het witte pijltje te klikken en te slepen. Nou, hier kan je echt de gekke dingen mee doen. Nou, dan moet je maar even lekker mee prutsen, maak er iets tofs van. Dit is dan mijn logootje. En die is nu gegroepeerd en dat is prima. Kan als je de letters onderling wil verplaatsen, kan je via object degroeperen, kan je de boel degroeperen, ik doe het even voor. En dan kan je gewoon met het zwarte pijltje de losse letters pakken. Want stel dat je iets wil verplaatsen, nou, dat doe ik dan ook wel eventjes, dat vind ik ook wel leuk. Want stel dat je zoiets wil voor je logo. Prima. Maak een mooie compositie. En dan kan je verder. Tof. Nou, dit vind ik goed. Ik pak alles weer. En ik groepeer het weer, want dat is makkelijker. Want dan kan ik gewoon één keer klikken en slepen. En als ik dat nu doe, dan pak ik slechts één letter. Groepeer ik de boel eventjes. En klik en slepen, dan pak ik de hele groep. En dat is soms wel een stuk makkelijker. Ik ga deze vorm een lijnkleur geven. En wel een lijnkleur met een verloop erin. Van zwart naar wit. Ja. Geen vulling. Wel een lijnkleur van zwart naar wit. En die lijn die maak ik wat dikker. Ik zet mijn cursor erin. En doe ik een paar keer op het pijltje naar boven. Kijk eens. Dat is tof. En hij maakt hele puntige hoekjes hier. En hier. En dat wil ik niet. Ik wil dat die meer rondlopen om het ankerpuntje heen. Die lijn. Dus dan ga je even naar lijn. Hier zo. En dan zet je de hoekjes hier even op rond. Kijk eens, dat ziet er beter uit. Dit is goed. En ik ga hem nu vast even op de juiste plek zetten. Waar ik het wil hebben. Dat is eigenlijk midden tussen deze typografie. Ietsjes kleiner zie ik al. Dus ik pak mijn schaalgereedschap. En zet het even juist op de goede plek. Je kan nu nog steeds de letters wat onderling verplaatsen. Dat is prima. Je kan ook weer het uitlijngereedschap gebruiken om alles netjes neer te zetten. En voor mij is dat zoiets gedraaid. Dat vind ik wel cool. Zo.
En als ik hem goed heb staan, kopieer en plak ik deze nog eventjes. En dan plak ik hem op de plaats bovenop en dat doe ik met Command F. Kijk, heb ik hem recht bovenop geplakt. Geen lijn, wel een vulling. En de vulling... Wacht, stapje terug, ik haal hem weer weg. Deze lijn, dat verloopt, dat hoeft niet van zwart naar wit, maar dat doe ik van cyan naar magenta. Ja, die lijn mag zelfs nog wel iets dikker. Nou, ik kopieer en plak ik hem met Command F. En ik draai de vulkleur en de lijnkleur even om. En ik geef hem nou een vulling van wit naar zwart. En deze twee kleurpunten mogen iets dichter bij elkaar staan. En het mag nog iets gedraaid zelfs. Even kijken. Zo, min 20 bijvoorbeeld. Dat ziet er goed uit. Nou. Bovenste tekst. Die wil ik nog eventjes. Magenta. Onderste tekst. Maak ik. Cyaan of andersom. Net wat je wil. Nu heb ik dit magenta en dit cyaan. En als je zoiets hebt, dan ben je klaar. Dan kan je de opdracht af laten tekenen door je docent. En veel plezier!